en een bevroren voorruit. Met verwarming. Dus op naar Korte Mark om de expositie in te richten. En ik kreeg daar mooi zwart zand als afstandhouder voor langs de muur. En met het werk van ons vieren werd het een prachtig ingerichte ruimte. Het tere porselein van Lies. En van Mie. En nog wat van mij. Het kleurrijke werk van Joke. Alles vastgelegd door fotograaf Godfried. We zaten op een locatie van een steenfabriek. En over het hele terrein waren transportbanden die allerlei grondstoffen over en weer vervoerden. En al die stenen worden dan uiteindelijk verpakt op pallets. En dan kun je hele degelijke muurtjes mee bouwen. Voor al die bezoekers die ook naar het toilet willen. Bed. En? En natuurlijk ook lekker lopen. Over een spoor waar geen spoor meer van is te bekennen. Genoeg te zien. Ik was niet de enige vroeg op. Een hele inspirerende dag met alle kunstenaars. En ook een paar van die dikbillen. En niet te vergeten... Voor het Pinksterweekend ga ik ook nog weer naar België, naar Korte Mark. En dan tot de volgende!